Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli paardensport in Almelo. De Almeloze Ruiterdagen worden dit jaar voor de 49ste keer gehouden op het terrein van het Twents Hippie Centrum in Almelo. Eerste weekend is voor de ponies van 26 tot 28 juni en vanaf maandag komen er bijna 1000 paarden aan de start tijdens de Almeloze Ruiterdagen. We hebben ontzettend veel deelnemers. We zitten weer op het niveau van 2 jaar geleden. En dan praten we over starts, want dat is eigenlijk toch wat makkelijker. En dan praten we over zo'n 4000 starts bij de ponies en zo'n 6000 starts bij de paarden. Nou ja, dan kun je wel nagaan, dat zijn vele duizenden deelnemers. Met name in het ponyweekend hadden we heel erg veel bezoekers, zelfs nog meer dan voorgaande jaren. Het aantal ligt ongeveer op zo'n 35.000 tot 40.000 per jaar. Vergeet niet, het is een 10-daagse evenement en doordat het zo'n groot evenement en zo verspreid over de dagen is, komen er ook heel veel mensen kijken. En het zijn ook de opa's en oma's die overver hier naartoe komen en een paar dagen hier de horeca opzoeken om daar te overnachten en toch ook graag hun kleinkind willen zien rijden. Dus dat alleen al zorgt er gewoon voor dat we heel veel bezoekers hebben. En dan betekent het ongeveer zo'n 8 ton aan omzet extra in Almelo en omgeving. Dus niet alleen Almelo MKB, maar ook in de wijde omgeving. Alle hotels en dergelijke, die profiteren daar zeker van mee. Ja, we hebben hier mensen bij die hier misschien ook al wel voor de 30, 40ste keer. Toevallig een van onze eigen leden doet dit jaar voor de 40ste keer mee aan de Ruiterdagen. Ja, ik begon als klein jongen, Henk Vreeman. En hij doet nu voor de 40ste keer mee. Maar zo hebben we heel veel mensen die uit overver komen, die of eerst zelf mee hebben gedaan en nu met hun kinderen meekomen. We hebben altijd een heel grote groep aan sponsoren en die hebben we nog wel, maar dat verandert ook. Er zijn ook sponsoren die zeggen, nou, dit jaar niet, of de crisis die we toch nog wel redelijk hebben, dat kunnen we toch nog wel merken. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe bedrijven, nieuwe ondernemingen in de Almelo omgeving die toch weer aansluiting zoeken bij een prachtig groot evenement. En een heel mooi uithangbord is natuurlijk de Hippische Sport. De Almeloze Ruiterdagen. Tot en met zondag 5 juli paardensport in Almelo. U kunt er gaan kijken. De toegang is gratis.